Green Vibes. Mijn naam is Angelique. Ja, zometeen een nieuwe liefdesreading voor het teken van Ram. Let wel, het kan nooit met iedereen resoneren. Kijk daarvoor je maan, ascendant en je Venus teken. Ook wil ik natuurlijk weer iedereen hartelijk bedanken die zich in de afgelopen tijd heeft geabonneerd. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, het is kosteloos en daarmee maak je ook kans op een persoonlijke reading in de maand april. Wat moet je daarvoor doen? Nou, ik gaf het al aan, geabonneerd zijn en onder deze video te zetten wat je graag wilt. Dit kan door middel van een rood hartje en je maakt in deze maand ook nog kansen op een prachtig deck. En dat is de Elfen Tarot. Dit is een mooi deck om eigenlijk feeling te krijgen met de tarot, omdat hier eigenlijk de tekst op de kaart staat. Dus dat is heel mooi, zo hoef je niet het hele boekje door te spitten, maar kun je dus meteen eigenlijk de beschrijving op de kaart vinden. Ja, wat vraag ik? Abonneer, like deze video en onder in de comments een rood hartje voor de persoonlijke reading en een paars hartje voor het prachtige deck. We gaan eens kijken. Ik zei al natuurlijk dat het nooit met iedereen kan resoneren, dus hou dat ook in acht. En ja, je kan natuurlijk altijd een persoonlijke reading aanvragen. Dat is, kan via www.revibestarot.nl. Daar vind je eigenlijk alle informatie die jij ja, nodig hebt om een reading aan te vragen. Ik bied er verschillende aan, dus voor ieder wat wils. We gaan eens kijken met dit deck wat ik mag weten. Op liefdesgebied, fear heb ik hier. Kan zijn dat je angstig bent voor een contact of dat je bang bent dat er geen contact komt. Denial, awakening. Nog één vraag. Accept. Ja, wat ik zie is dat je een situatie zou moeten accepteren. Het kan zijn dat je bang bent of in verweer bent. Ik heb hier dus accept. Prachtige kaart. Prachtige kaart. Ja, accepteren is heel belangrijk. Awakening. Want dan kan je dus ook ontwaken. Want het kan zijn dat jij ja, een beetje angstig bent. Het kan zijn angst voor je gevoel. Angst voor een connectie die je misschien niet... die niet tot stand komt. Daarmee zit je eigenlijk in verweer. Ik ga eens kijken wat ik nog mag weten van dit deck. Wat mag ik weten op liefdesgebied voor het teken van Ram met betrekking op liefde? Ja, look inside yourself staat hier. En Spirit zegt ook, ga naar binnen en vraag je ook af, waarom voel jij je zo, zoals jij je voelt? Waarom heb je die angst? Waarom zit je in die denial? Waar komt dat gevoel vandaan? Ik ga eens kijken. Ik gebruik een prachtig nieuw deck. Deze heb ik gekregen van een bijzonder iemand van Rachel. Zij is... ja, begonnen dit deck te ontwikkelen. Heeft ze allemaal zelf gedaan. Een prachtig deck met mooie, ja, mooie afbeeldingen zelf ontworpen. En deze heb ik toegestuurd gekregen om dus ja, een beetje ook promotie. Maar ook gewoon omdat ze het me gunde. Omdat ik ja, mijn kanaal ben begonnen. Dus hoe mooi is dat? Dus ik ben super dankbaar. Het is echt, ja, die achterkant. Toen ik het deck zag, dacht ik wauw. Dus ik ben heel dankbaar dat ik deze mag gebruiken. Dus thank you Rachel voor this beautiful deck. Mocht je geïnteresseerd zijn in dit deck, dan zal ik een linkje onder in mijn beschrijving neerzetten. Wat mag ik weten voor de lieve Ram in het verleden? Ja, ik zie dat jij een commitment misschien hebt gehad of dat je jezelf... ja, aan het ontwikkelen bent geweest. Het kan zijn dat jij heling nodig had of hebt. Ik zie hier een King en een Queen of Pentacles en een Ace of Cups. Heel mooi. Ja, wat ik zie is dat je op zoek bent naar innerlijke groei. Dat je op zoek bent naar passie. En ja, wat belangrijk is de Spirit om ook je gedachten goed te houden en ook te geloven. De Empress heb ik hier dus. Dat houdt ook in dat je ja, je vruchtbaarheid ja, je het moederlijke mag nurturen. Dus eigenlijk jezelf. Ik zie hier een vrouw die ook gewoon veel geduld heeft gehad in het verleden. En ik zie ook dat
dat je in een bepaalde situatie ook een commitment misschien hebt gekend. Dat je een contract hebt gehad met iemand. Het kan een zoolcontract zijn. Of in ieder geval een contract waar wel groei in zat. Daar hoopte je ook op. Wat ik tegelijk ook zie is dat jij graag, heel graag liefde wilde in je leven. Ik ga ze zo meteen verduidelijking vragen. En ik heb hier de Four of Cups in de toekomst, of eigenlijk in het nu, met de King of Pentacles en de Ace of Cups. Kan zijn dat je te maken hebt met een stier, steenbok of maagd, of je hebt het zelf in je charts, of in je energie, of in je astrologie. Maar ik zie wel dus een nieuwe aanbieding in de liefde. Er wordt dus een cup aangeboden, of er is een kans dat iemand jouw liefde gaat aanbieden. Dus wees ook niet bang, want zie hier natuurlijk de Four of Cups. En het kan zijn dat je niet tevreden bent in een situatie. Of dat je bang bent dat er dus geen liefde komt. Maar Spirit zegt, kijk, ik bied jou een cup aan. En het is wel de bedoeling dat je het ook voelt. In de nabije toekomst heb ik hier de Ace of King of Wands. En dat is iemand die heel gepassioneerd is. Dat is iemand, daar is altijd iets mee te beleven. Dat is een leider, dat is iemand die... ja, avontuurlijk is en waar je leuke tripjes mee kan maken. Of in ieder geval is er altijd iets mee te beleven, zijn energie. Het kan zijn dat je daarna op zoek wilt gaan of er komt iemand in je leven die jou dus die passie gaat aanbieden. Omdat ik natuurlijk de Ace of Cups zie hier. Waardoor jij je ook gewoon weer vrouwelijk gaat voelen en ook voelt dat er ook liefde voor jou is. En Spirit zegt dus ook... wees niet bang, want er is liefde voor jou. Je gaat ook een awakening aan dat er ook altijd liefde is. En accepteer ook hetgeen waarom het misschien even in het verleden niet zo was. En de magier heb ik hier. En die zegt alles over dat je alles kan bereiken wat je wilt. Mits jij natuurlijk wel positief blijft, zegt Spirit. Dus ook je daadkracht. Maar het kan ook heel goed zijn dat er iemand op je pad komt die dus heel veel passie voor je heeft. En ik zie natuurlijk vuur. En dat zijn natuurlijk jullie zelf. Maar het kan ook zijn dat er een vuurteken in je leven komt. Of iemand die gewoon heel veel aantrekkingskracht op jou heeft. Want de magier is iemand die gewoon... ja, die kan de ware zijn. Een iemand die, waar jij lang op hebt gewacht. Maar ik ga kijken. Wat mag ik weten over... de Three of Pentacles. De maan, ja. En de Empress. Ja, je wilde eigenlijk helderheid in een zaak. Dus het kan zijn dat je een commitment had. Of dat je onderzoekend was. Dat je misschien geestelijke groei hebt gezocht. Omdat je onzeker was. Misschien over jezelf. Over wie je was. En durfde niet op jezelf te vertrouwen. Ik heb hier twee keer de Empress. Dus ik heb het gevoel dat jij die energie ook... met je meedraagt. Dat je je wel eigenlijk wel vrouwelijk voelde al die tijd. En ook wel er klaar voor was. Dat je wel klaar was voor een nieuw begin. Of klaar bent. En dat je graag ook helderheid wilde in de liefde. Duidelijkheid. Wat mag ik weten over de ster? Over die heling en die hoop. Het kan zijn dat je, weer die Vier of Cups, kan zijn dat je in een relatie hebt gezeten. Of dat je graag een relatie wilde. Maar het kan dus zijn dat er een karmisch deel of stukje eigenlijk heeft gelopen. Justus zegt alles over balans opmaken en keuzes maken. En ook, hoe noem je dat spreekwoord? What goes around, comes around. Dus wat je hebt geleerd of wat je hebt gedaan, komt ook weer terug. Dus, en dat zie ik hier een beetje. Er is iemand uit het verleden waar je misschien veel liefde voor hebt gehad. Misschien dat diegene in een karmische relatie zat. Of je zat zelf nog in een karmische relatie. Waar eigenlijk de liefde die jij aanbood, of misschien dat een liefde was. Er was veel liefde in het verleden. Maar er speelden ook nog karmische stukjes. En dat kan karmische stukjes met jou zijn of met de persoon. Maar in ieder geval was hij niet tevreden over de situatie. En ik zie eigenlijk de energie, zie ik nog steeds verder gaan met de Four of Cups. Wat mag ik daarvan weten? Ja, de Lovers. En de King of Pentacles omgekeerd. Wauw. Dus het kan te maken hebben met een persoon. Dat jij misschien twee personen in je leven kent. Ja, dat je graag communicatie wil. Dus je wacht eigenlijk op communicatie van een persoon.
En dat kan heel goed zijn, de King of Pentacles. Want ik heb hem hier 2 keer. Het kan zijn dat die King of Pentacles dus een persoon is in je leven die dus niet over zijn gevoel praat. En je zou graag willen dat hij dat wel communiceert. Kan het zijn dat jij een keuze hebt in de liefde. Misschien heb je met 2 mensen te maken. Of misschien heb je 2 personen in gedachten. Of zit jij in een huwelijk en denk jij, ja, misschien toch ook nog aan iemand anders. Maar ik zie hier in ieder geval, ja, een keuze in de liefde. Of in ieder geval een liefde. Ja, of streven naar harmonie. Maar ook dus verantwoordelijkheid nemen voor een situatie. Dus die heb ik hier eigenlijk 2 keer liggen. Maar ik voel dat jij onvoorwaardelijke liefde voor iemand hebt. Maar waarschijnlijk ziet die persoon het niet. Dat is een beetje wat ik voel. En het kan dus heel goed te maken hebben dat het dus iemand is. Een stier, steenbok of maag. Kan in zijn energie zitten. Wat mag ik weten over die King of Pentacles? Waarom ligt die hier 2 keer? Dus kan er dat jij communicatie wilt. Dat je graag communicatie wilt. Om je gevoel te uiten, maar je bent toch gelijk bang. Of er is iemand die niet over zijn gevoel kan praten. De Knight of Pentacles en de Queen of Cups. Ja, wat ik voel is dat er iemand anders ook in betrokken is. En de zon. Je hebt veel liefde voor die persoon. Het kan zijn dat jij eigenlijk teleurgesteld bent in hoe het eigenlijk is gegaan. Of je bent niet tevreden over hoe het nu is. Je zou meer voortgang willen hebben. Je hebt veel liefde. Er is ook echt een spirituele connectie. Het kan ook een waterteken zijn. Vissen, kreeft of schorpioen. Maar in ieder geval zie ik wel de zon. Dus, en dat betekent dat jij met veel vreugde aan iemand denkt. Wat is die Ace of Cups? Wat voor een nieuw begin in de liefde? Wat mag ik daarvoor weten wat er nu is? Ja, er is... Ja. Het kan zijn dat jij verweer... Je moet een cycle afsluiten, is wat ik zie. Dus... voordat je eigenlijk liefde aan weer kan gaan, is er iets in je leven wat jij zou moeten afsluiten. Om dus eigenlijk weer iets door te zetten. Het kan zijn dat jij bang bent voor de toekomst of je bent bang voor een cycle om eigenlijk een nieuw begin te beginnen. Maar Spirit zegt, je moet eigenlijk iets afsluiten voordat jij weer die cup kan ervaren. Want als jij niet gelukkig met jezelf bent of in de situatie waar je nu in zit, kijk dan ook naar jezelf. Wat die kaart eigenlijk al zegt, die fear ligt in, die denial. Allemaal keuzes en accepteer ook dat sommige dingen niet meteen van de grond komen. Maar dat er eerst ook stukjes moeten worden afgesloten om je karma ook gewoon schoon te houden. Want wat ik hier zag, wat goes around, comes around. Als hij ergens instapt wat nog niet zuiver is, dan kan je dat ook weer terugkrijgen. Dus Spirit zegt eigenlijk, maak die transformatie, maak dat af. Dat kan met een persoon zijn waar je een commitment mee hebt gehad of hebt. Of je bent misschien, ja, is er iemand anders in het spel waar jij misschien iets mee, maar Spirit zegt, sluit karmische delen af, zodat je ook weer op rustig vaarwater komt, zodat je hoofd ook weer eigenlijk, vrij wordt. Dus, en het kan ook, je moet echt afstand nemen van een situatie, is wat ik hier zie. En dat kan op gebied van liefde zijn. Want het kan dus veel verweer zijn. Je houdt je staande, is wat ik zie. Maar het kost je veel. Het kan je veel energie kosten. Of afgunst. En eigenlijk zegt Spirit, je moet ook tegenstand bieden tegen personen of eigenlijk gedachten. En laat ook zien wie je bent. En wees ook trouw aan jezelf. En de wensen die je wilt, sta daar ook voor. Maar... blijf wel eerlijk naar jezelf. Wat mag ik weten over die King of Wands? Ja, de rust. Oeps. Ja, verwarring. Dus wat ik al voel, je zou even de rust in moeten gaan misschien eventjes. Voordat je dat nieuwe begin eigenlijk kan beginnen. 2 keer 7. Ja, want door die rust kan jij ook beter en helder nadenken over wat jij wilt. Dus er komt wel een persoon aan. Is dat de persoon ook die jij graag wil? Zegt Spirit. En wees niet teleurgesteld. Wat mag ik nog weten over de Empress? Ja, de Page of Pentacles omgekeerd. De Three of Wands en de Queen of Wands. Dus ja, ik zie weer meerdere personen. Dus het kan echt goed zijn dat er meerdere personen in betrokken zijn. Wat ik zie is dat je een beetje ongeduldig bent. Je wilt graag liefde, je wilt keuzes maken. Maar Spirit zegt, ga er niet te snel op in. Je bent natuurlijk een vuurteken, je wil snel dingen
Voor elkaar krijg je wel snel movement. Maar het is belangrijk ook om rustig aan te doen. En ook je visie wel voor ogen te houden. Maar niet overhaastig beslissingen nemen. Wat mag ik weten over de magie? Oeps. Ja, Sea Willow, Two of Cups, de Queen of Swords en weer de magie. Wauw. Ja, en de King of Cups in de wereld. Ja, er moet een completion komen in je leven om deze connectie eigenlijk verder te helpen. Jullie hebben superveel aantrekkingskracht. Dus er is iets, er is een spirituele connectie in jouw energie. Of die heb je, vandaar dat je ook die angst en die twijfel. Het kan zijn dat je erachter komt dat jij een spirituele connectie hebt. Of je weet het al en dat maakt je misschien ook verwarrend en bang. Maar Spirit zegt, ja, deze connectie is heel sterk. Jullie hebben een hele sterke aantrekkingskracht. Nou, hij ligt hier twee keer. Maar je zou helder keuzes moeten maken. Waar sta jij voor? Dit is een vrouw die heeft veel meegemaakt. Dus het kan zijn, en ik zie meerdere personen, ik zie veel personen. Dus het kan wel dat jullie beiden misschien een commitment hebben. Ja, hoeft niet, maar ik zie veel personen. Het kan ook zijn dat jij die energie allemaal meedraagt. Maar ik heb meer het gevoel dat het meer personen zijn. Want ik heb hier weer de Two of Cups. Dus er gaat iets bijgelegd worden. Er komt een liefdesvoorstel. Maar dit heeft ook weer met keuzes te maken. Dus er staat jou een keuze te wachten in de liefde. Je zou een keuze moeten maken tussen hart en verstand. Waar ga jij voor? En wees ook niet angstig, zegt Spirit. Maar probeer wel je hoofd helder te houden. En ga niet zomaar ergens instorten. Wat mag ik nog meer als advies? Wat zie je niet aankomen? Wat is het advies van Spirit? Ik zie wel dat de communicatie waarschijnlijk aankomt, maar het is waarschijnlijk niet de communicatie die je wilt. Wat mag ik weten voor advies? Ja, blijf je gedachten schoonhouden, zegt Spirit, zie ik hier, ja. En werk ook hard aan jezelf. Het kan zijn dat er met een relatie, dat je daar hard nog voor moet werken, omdat de liefde nog niet voorbij is. Of je zou iets af moeten sluiten om dus liefde weer te krijgen in je leven. Maar Spirit zegt, stop met piekeren. Kom voor jezelf op in een bepaalde situatie. En blijf niet jezelf steeds verweren, maar ga ook door. Sta je mannetje en weet wat je wil. En luister naar je intuïtie of wacht even met keuzes maken als je nog niet zeker weet wat je wilt. Zegt Spirit. Luister naar je intuïtie. Ga even de rust in voordat jij in verwarring schiet. Ook al is het misschien niet eventjes hoe jij het wil op dit moment. Maar het is wel belangrijk om dat te doen. Want daarmee kun je dus weer groei en de persoon manifesteren die je wilt. Hetgeen ook creëren wat je graag wil. Alleen daarvoor zou je wel nog wat geduld moeten hebben. En ook goed naar je intuïtie luisteren. En wat gebeurt er als ze dat doet? Wat gebeurt er als... Ja, zie. Ja, het kan zijn dat er overspel is of dat de mensen jaloers zijn. Dat is wat ik voel. En wat ik zie, ja. Er is een situatie wat je af zou moeten sluiten. Dus op een eerlijke manier. Dus niet achter mensen hun rug om. Kan ook zijn dat wat met jou is gebeurd. Maar het kan ook zijn dat jij daar middenin zit. Dat jij met jaloezie of met oneerlijkheid, verraad, zelfbedrog. Dus en weer eigenlijk voor jezelf opkomen. Dus er is een situatie waar je voor jezelf moet opkomen. Dat zie ik eigenlijk steeds vooruit komen. Zodat jij ook die cycle eigenlijk door kan gaan. En dus weer die Two of Cups. Die keuze kunt maken in de liefde. Dus, maar daar zou echt eerst moet daar iets voor afgesloten worden. Wat niet helemaal eerlijk verloopt is wat ik zie. Dus sluit dat juist af. Zodat je ook weer die liefde kan krijgen. Is eigenlijk wat ik hier voel. Dit is wat ik voor jullie heb. Lieve Ram, mocht het resoneren. Doe een duimpje omhoog. Laat het me weten wat je wilt. Een persoonlijke reading, een rood hartje en een like voor het deck en een paars hartje. Ik wens jullie al het goeds en ik hoop jullie...